Redis is een in-memory key-value database. Het wordt veel gebruikt voor caching omdat het super snel is. In Redis structureer je data op basis van keys en values. Je kan met een key, wat een string is, een value ophalen. Een value kan van alles zijn: een stukje tekst, een array, een set of zelfs een dictionary of hash map. Je kan per key ook instellen hoe lang de key blijft bestaan in de database. Dit is handig voor caching omdat je de cache soms wil verversen. Redis is zo supersnel omdat het data in het werkgeheugen houdt. Dit zorgt ervoor dat de data in principe wel verloren gaat na een restart. Voor caching is dit prima, maar je kan het voorkomen door een datadump in te stellen. Redis is geen vervanging van een relationele database zoals MySQL of PostgreSQL, omdat het de data op een hele andere manier opslaat. Veel systemen gebruiken een relationele database om alles op te slaan en iets als Redis als cache. Vergeet me niet te volgen voor meer video's over elektronica, computers en programmeren.